Ik geef dit vak een lage score, want er valt eigenlijk heel wat te verbeteren. We vullen aan het eind van ieder vak altijd een evaluatieformulier in. Maar weet je eigenlijk wel wat er met jouw beoordeling gebeurt? De studentenraad legt het je uit. Ik ben de vicevoorzitter van de opleidingscommissie Bachelor Rechtsgeleerdheid. In de opleidingscommissie zitten studenten en docenten. Het doel van onze commissie is om de onderwijsevaluaties die alle studenten invullen na afloop van de tentamen te verwerken. En daar heel kritisch naar te kijken. Dus we zien statistische analyse, maar we zien ook vooral de opmerkingen van studenten. Die zijn voor ons heel interessant. Ik doe in de opleidingscommissie mijn best voor het behoud en verbetering van onderwijskwaliteit. En daarbij nemen we echt alle opmerkingen van studenten ook serieus. Dus kijk, we zien vaak opmerkingen vaak terugkomen, bijvoorbeeld over literatuur. Maar ook als er een opmerking staat die maar één keer genoemd wordt, vind ik het belangrijk om dat uit te lichten. Wees kritisch bij het invullen van een evaluatieformulier. Neem er even de tijd voor. Er wordt echt concreet wat mee gedaan. We kunnen veel met opbouwende kritiek. En het is voor de studentengeneratie die na jou komt heel belangrijk dat een vak weer verbeterd wordt gegeven. De studentenraad wil graag dat er een open en constructieve cultuur komt, waarin studenten samen met docenten een vak verbeteren. Daarom stellen we 3 punten voor. Punt 1. De docent vertelt bij het eerste college wat er is verbeterd door de evaluatie van vorig jaar. Punt 2. Resultaten van de evaluaties worden overzichtelijk en online teruggekoppeld. Punt 3. Na 3 en 8 weken overleggen studenten en docenten suggesties om het vak te verbeteren. Alleen als we de lijntjes verkorten tussen studenten en docenten, kunnen we de kwaliteit van onderwijs verbeteren. Want er valt zoveel meer te halen uit vak-evaluaties.